Ik ben Jim Verburg, 23 jaar, kom uit Ulwoud oorspronkelijk, woon nu in Breda. En ik ben een groot sportliefhebber die ruim 3 maanden geleden zijn kruisband heeft afgescheurd. En dit is iets wat heel erg veel impact heeft gehad op mij als persoon. Het is wel een van de grootste tegenslagen die ik ooit gehad heb. En dat komt vooral omdat je gewoon opeens heel erg beperkt bent in wat je kan en wat je wil doen, zeg maar. Want ik liep elke dag zo goed als hard. Ik voetbalde heel veel, ik ging naar de sportschool, dat soort dingetjes. En ja, uiteindelijk heb ik nu dus via TikTok bijvoorbeeld een platform kunnen creëren waarbij ik mensen kan helpen. En dat is wel iets waar ik zeg maar heel veel motivatie en heel veel voldoening uithaal. Dus in die zin heeft dat me wel ook wel verder gebracht in mijn leven, zeg maar. En dus die momenten die niemand ziet, dat je alleen op een dom matje zit, saaie oefeningen te doen. Ik weet niet per se wat me inspireerde eigenlijk. Het was meer dat ik begon met voor mezelf kijken van oké, ik heb nou heel veel tijd over, hoe ga ik mezelf motiveren? Want het gaat een moeilijke tijd worden, dat weet ik. En ik dacht, als ik mezelf nou gewoon film op beeld en ik kan dat dus terugkijken, dan zie ik hoe snel ik vooruit ga. En dan kan ik dus ook inschatten van oké, 2 weken geleden was het zo, nu is het zo, laat staan hoe het is over 2 weken. Dus ik dacht, als ik nou op die manier alles vastleg, dan motiveert mij dat misschien wel om juist volle bak gewoon te trainen en positief naar het herstel te kijken. Toen ik de eerste video eigenlijk soort van online zette, toen, ja, die staat nu echt wel op veel veergraven, zeg maar 160.000 of zo, echt wel flink. Toen kreeg ik daar zoveel reacties op dat ik dacht van nee, wacht, er zijn dus heel veel mensen die zeg maar een soort van in hetzelfde schuitje zitten of hebben gezeten of nog een operatie moeten ondergaan. Die eigenlijk ook heel weinig afweten van wat kan ik nou eigenlijk verwachten, weet je wel. Dus toen dacht ik, nou, als ik die mensen kan helpen tijdens mijn revalidatie, dan geeft mij dat heel veel voldoening. Dan heb ik toch het idee dat ik ergens goed mee bezig ben in een tijd dat het allemaal wel stilstaat, zeg maar, weet je. Ik vind het moeilijk om daar een gevoel echt bij te hebben, omdat het online natuurlijk altijd wel cijfertjes zijn. Dus ook al staat daar een getal van 160.000 of whatever, weet je, dan ziet dat er gewoon uit als een getal. Dus je hebt niet per se door hoeveel mensen het zijn, maar dat krijg je wel door de reacties die je krijgt. Dus ik heb ook heel veel mensen die gewoon een berichtje sturen dat het helpt, zeg maar. Of vragen die ze hebben waar ik tips over kan geven, zeg maar. Dus in die zin heb ik wel het idee dat ik mensen kan bereiken. Maar als ik gewoon een getal zie staan of volgers of views of whatever, dan heb ik niet het idee van, yo, ik ben echt, dit is echt, zeg maar, gaat wel groot, weet je wel.